in de samenleving. U schrijft in die brief, we worden stiekem beïnvloed. Als ik u zo hoor, dan wantrouwt u waarschijnlijk alles wat u leest. Nee, ik wantrouw niet alles wat ik lees. Want ik vind, gelukkig hebben we in Nederland een hele goede journalistiek. Goede media. Die over het algemeen ontzettend goed hun feiten checken. Dus ik heb heel groot vertrouwen in de Nederlandse media en de Nederlandse journalistiek. Maar ook bij ons glipt er wel iets doorheen. De NRC heeft er ook al gepubliceerd. Ik vind dit dus echt ongelooflijk gevaarlijk, hè, wat hier gebeurt. Wat je ziet is dat er vanuit politieke motieven en vanuit politieke actoren een oordeel geveld gaat worden over ons debat. Over het nieuws of de meningen of de informatie die we met elkaar delen. We hebben nu een paar honderd jaar dat we van de inquisitie af zijn. Dat we een open debat hebben. Dat we met elkaar van mening kunnen verschillen. Wat zijn de feiten? Hoe moet je ze interpreteren? Mm. En nu, door het internet, doordat de gevestigde macht zich zo bedreigd voelt door dat internet en Facebook enzovoort, gaan ze dat de nek omdraaien. Want dit is niet dat mevrouw Longren zich hier zorgen over maakt, maar er komt ook een soort taskforce. En de Europese Unie geeft 4 miljard per jaar uit aan tegenpropaganda, contrapropaganda en zo. Men wil gewoon onze vrije uitwisseling van ideeën. Volgens mij ging het erom dat als er onjuiste informatie wordt verspreid. Dus als ik bijvoorbeeld nu een anonieme account zou hebben en ik zou zeggen, Thierry Baudet heeft gisteren een vrouw verkracht, dat dat gewoon verspreid wordt. Nee, maar ik bedoel, ja, ik heb het over totale nepnieuws. Totale nepnieuws. Dat het verspreid wordt, dat je dan weerloos bent daartegen als iemand dat over jou verspreidt. Daar gaat het toch om? Nou nee, dat is dus precies waarom deze discussie zo gevaarlijk is. En ik wil er echt voor waarschuwen. Daar begint het natuurlijk mee, met dat soort voorbeelden. Maar vervolgens komt er een instantie die macht gaat hebben over de nieuwsberichten die wij nog kunnen delen. Als iets als fake news wordt aangemerkt, dan gaat Facebook ervoor zorgen dat bijna niemand dat meer ziet, die berichten. Het gaat mij er niet om. Ik ben natuurlijk, iedereen is tegen foutieve informatie. Maar het gaat erom wie bepaalt wat foutieve informatie is en wie daar niet. Daar heeft u vast een idee over wie dat is. Ja, bepaalt. Daarom begon ik met te zeggen dat onafhankelijke journalistiek zo ontzettend belangrijk maar is. Maar dat is nou juist het punt van discussie. Ik vind de NPO helemaal niet onafhankelijk, helemaal niet neutraal. Heel eventjes, nu mag mevrouw Longren reageren. Nou, volgens mij is dus onafhankelijke journalistiek ontzettend belangrijk. Want die checken feiten. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat alle mensen in Nederland, maar vooral ook kinderen, ook meegenomen kunnen worden in hoe herken je iets wat echt is en hoe ken je iets wat niet echt is. Dus er moet gewoon mediawijsheid zijn. De heer Baudet die denkt blijkbaar dat er een of andere overheidsinstantie is dat die gaat bepalen wat waar is en wat niet waar is. Nee, in onze westerse democratieën zit de kracht juist in de vrijheid van de democratie.